Ja, Oost- en West-Europa, dat was decennia lang een soort vaste tegenstelling. Dat gold eigenlijk als twee aparte werelden. Maar de kloof wordt kleiner, is kleiner geworden. Zeker sinds gisteren er weer met Moldavië en Albanië gepraat wordt over de toetreding tot de EU. Maar misschien staan we aan het begin van een nieuwe scherpe kloof, die tussen het nieuwe Europa en Rusland en vrienden. Zien we de contouren van een nieuw ijzeren gordijn misschien? Dat leg ik voor aan Bernard Hammelburg, BNR's vaste buitenlandcommentator, en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, die precies over de kloof tussen Oost en West een zomereditie van de podcast De Perestrooikast maakt. Nou, laten we om te beginnen even om eerst een proefje te horen dit luisteren. En laten we eerlijk zijn, het is eigenlijk voor ons in het Westen een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. Een waterscheiding in de geschiedenis, zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vlak na het uitbreken van die oorlog. En zo ziet de premier van Albanië dat ook. En laat de premier van Albanië nou net onze eerste perestrooigast zijn, Edi Rama. Ja, Edi Rama, de president van Albanië. Chique eerste gast, Gert-Jan. Ja, de premier. En, premier, sorry. Volgende week hebben wij Kasper Veldkamp. Dat is de Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. En daar was ik ook erg blij mee. Want omdat hij al vorig jaar inlichtingen kreeg over dat de oorlog eraan zat te komen, konden ze Oekraïne economisch voorbereiden op de oorlog. En daardoor zie je dus ook hoe West nu Oost aan het helpen is. Ja, nou, daar gaan we straks nog verder over praten, hoop ik. Want Bernard, een podcast over de nieuwe verhoudingen tussen Oost en West. Heb je dan af en toe last van een déjà vu? Nee, omdat hoe langer ik in dit vak zit, hoe meer ik voorzichtig word met het trekken van parallellen. Daar moet je echt heel erg mee uitkijken. Dus je ziet wel dingen die weer gebeuren, maar ze zijn altijd de panelen zijn zo verschoven. En want we hebben het nu een beetje over, zo begon je, de scheiding tussen, zeg maar, onze wereld en Oost-Europa. Dat hele Oost-Europa hoort in feite al bij ons. En dan komt er af en toe nog een paar landen bij, zoals nu. Daar zijn we dan mee bezig. Maar in feite is dat allemaal hetzelfde. En in theorie zou het zo moeten zijn en kunnen zijn dat zelfs Rusland lid zou worden van de EU of van de NAVO. Daar is op zichzelf geen principieel bezwaar tegen, als ze willen voldoen aan de criteria die we daarvoor hebben. Ja, de kaarten liggen nu wel anders. En wat je nu ziet is een hevig conflict tussen Rusland en Europa, maar Oost- en West-Europa samen eigenlijk. Dat verschilt wel een beetje per land, maar daar komt het toch op neer. En de Verenigde Staten, dat is dan het blok. Maar een groot deel van de wereld ziet dat heel anders. Afrika ziet het heel anders. Je ziet de Russen nog altijd als de Sovjets, die destijds al die onafhankelijkheidsbewegingen hebben gesteund. Dus die houden wel van de Russen. En dat merk je ook. In Azië zie je ook hele andere opvattingen over dit conflict dan wij. Maar was dat dan uniformer in de Koude Oorlog? In de Koude Oorlog was alles heel makkelijk. Dat is heel simpel. Je hoorde bij het een of bij het andere blok. En Rusland had dan heel Oost-Europa. En dat heette dan, dat noemde wel het Warschau-pact. En dat stond tegenover de NAVO. En dat was Noord-Amerika en West-Europa in feite. En die twee stonden tegenover elkaar. En dan had je de politiek van afschrikking in militair. Dus kernwapens en andere wapens. En die was zo overweldigend dat je het niet durfde om elkaar aan te vallen. En daardoor ging het goed. En wat we ook vaak vergeten, is dat ook in die periode was er bijvoorbeeld levendige handel tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten leverden op zeer grote schaal machines en landbouwapparatuur aan de Sovjets. En de Sovjets leverden enorme hoeveelheden graan aan het Westen. Dus je moet heel erg, ook toen was het niet helemaal zoals we het nu denken dat het was. Nee. Nou, Kasper Veldkamp, je noemde hem al, Geert-Jan. Hij is bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Die zegt dat we onze blik en onze oren veel meer moeten richten op de landen in Oost-Europa. Juist landen als Oekraïne, Belarus, Moldova. Ik merkte dat dat niet altijd makkelijk te krijgen was. Niet alleen in de overheid, maar ook onder kenners, Klingendaal en dergelijke. Er werd over die landen heen gekeken naar Rusland. Ik denk dat van belang is, en dat sluit aan bij jullie thematiek, dat we ook naar die landen telkens moeten luisteren.
Ja, wat bedoelt hij, Geert-Jan? Dat we nog veel meer ons één met Oost-Europa moeten voelen? Nou, allereerst dat er een aantal landen waren ten oosten van Duitsland die voor deze oorlog hebben gewaarschuwd. Mm-hmm. Die zeiden, de Russische beer die gromt en op een gegeven moment gaat hij heel hard brullen en doorbijten. En wij in West-Europa, als ik het chargeer, waren meer met de economie bezig en zagen daar ook een politieke vorm in. En daardoor hebben we toen niet geluisterd. Dat zouden we nu meer moeten doen. En de vraag is natuurlijk ook, hoe ga je die landen dan inrichten? Dus als je Oekraïne, dat vernietigd wordt, maar ook een land als Moldavië bij de EU wil betrekken, maak je dat westers? Of zorg je ervoor dat er toch iets van een ziel in blijft bewaard? Dat hebben ze natuurlijk met Polen ook geprobeerd in de jaren 90. Of met Hongarije. Ja, Geert-Jan, premier Edi Rama dus van Albanië. Hij noemt in jullie podcast ook een duidelijke scheiding, maar dan tussen Europa en Rusland. Ja. Ja, ziet hij Europa dan wel als één? Als één pact? Nou, daar zijn wij dus in 6 interviews ook naar op zoek. Floris Akkerman en ik willen graag ook weten of er binnen dat enorme Europa, dat nu een soort eenheid lijkt te worden, hoe je die verschillen dan overbrugt. Dus mentale verschillen, culturele verschillen, financiële verschillen. En wij kunnen melden dat de eerste week van oktober in Tsjechië, want Tsjechië is nu voorzitter van de EU, dat daar een top plaatsvindt, waarbij 44 landen bijeen zullen komen, van Groot-Brittannië tot Zwitserland en van IJsland tot Oekraïne. En dat die ook allerlei voorstellen mogen doen over hoe ze volgens dat plan van Macron Europa op een nieuwe manier mogen inrichten. Ja, dat plan van Macron, dat ging over een soort politieke eenheid, los van de EU, of althans niet binnen de kaders van de EU. Klopt. Maar nou zie je dat sinds gisteren Albanië en Noord-Macedonië ook hun toetredingsgesprekken tot de EU weer zijn hervat. Of eigenlijk zijn die nu gestart. Brussel heeft ze groen licht gegeven. Dus nu zijn ze op twee verschillende paarden, als het ware, aan het wedden. En wordt dus heel hard gewerkt aan die integratie. Tegelijkertijd Rusland en Belarus en ik denk ook Servië vallen op dit moment wat dat betreft buiten de boot. Maar het staat hen natuurlijk vrij om aan te sluiten. En jij zei net, Bernard, voor het verkeer, ja, het is ook denkbaar dat uiteindelijk Rusland uiteindelijk aansluit. In principe zou dat kunnen. Er is niks op tegen. Alleen, ja, de Russen zullen het niet gauw willen. Maar goed, wat ik steeds doe, en daar heb ik met Geert-Jan ook heel vaak over, is dat conflict is er nu. Dat heeft allerlei, ik zal maar zeggen, derivaten, zoals wie wordt er nou nog snel lid van welke club. Kunnen wij Rusland isoleren? Maar op een bepaald moment is die oorlog voorbij. En ik vind dat dit het moment nu is aangebroken om te gaan nadenken over hoe dan die relaties worden. Want het is een ongetwijfeld wat groter Europa. Ik denk dat dat plan van Macron om een soort, ik zeg, niet verplichtende club te maken van landen die ongeveer dezelfde ideeën, ideologie hebben, dat is een heel goed idee. Maar die zullen bijvoorbeeld heel goed moeten nadenken, hoe ga je dan om met Rusland? Rusland blijft. Het is een tamelijk groot land, zou ik maar zeggen. Er wonen een paar mensen. Ze hebben een president, die mogen wij niet. En hij ons niet, maar ik zie hem zo snel nog niet vertrekken ook. Dus hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Wat wordt de relatie tussen dat grotere Europa en Rusland? En daar moet je ook Amerika in betrekken, denk ik. En je moet heel goed rekening houden met het Rusland dat niet meer naar onze kant kijkt, maar de andere kant. Kant op. Ja. En Geert-Jan, in jullie zomereditie van de Perestrojkast spreken jullie ook. Je mag van Bernard trouwens geen zomereditie zeggen. Wel, geen zomerserie, hoorde ik. Nee, wel zomereditie. Ik vind dat het hele woord zomer moet uit ons jargon. Omdat in feite zeggen wij tegen onze geachte luisteraar, we hebben eigenlijk geen nieuws, dus gaan we maar serietjes bedenken om gaten te vullen. Je moet het anders. Dan gaat er reclame voor je podcast. We hebben 6 Perestrojkasten. Precies. En als er iets is wat de moeite waard is om naar te luisteren, is het deze serie. Ja, precies. Dus je maar moet die wacht wat met mij betreft ook in de winter gemogen, bedoel ik. Dan komt deel 2, Bernard. Ja. Dit is voor de interne vergadering een puntje. Maar goed, Casper Veldkamp, die bewindt is bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, zegt in de Perestrojkast, en dat was voor mij nieuw, wederopbouw van een land begint niet na de oorlog, ook niet tijdens, maar al maanden ervoor. Hoe zit dat? Ja, in zijn geval kwam dat ook wel heel bijzonder samen. Want Casper Veldkamp is ambassadeur in diverse landen geweest. Griekenland, Israël. Heeft als diplomaat op heel veel ambassades gewerkt, op heel veel belangrijke plekken. Heeft heel veel financiële kennis. En hij werkte ook in Amerika. En hij kende dus een hoge Amerikaanse inlichtingenofficier. En die heeft hem dus iets verteld, 18 november, over dat de oorlog zou gaan beginnen. Ja, toen waren wij daar nog helemaal niet mee bezig.
Nee. Tenminste, wij hier in Nederland. Nee, maar Biden wel, hè? Ja, maar wat dacht je... Die informatie, die heeft dat geprobeerd te delen. Ja, maar wat en dacht iedereen, je van... Iedereen sprak er tegen, inclusief Oekraïne. Waar Zelensky riep, ben je gek, dat gaat helemaal niet gebeuren. Ja, ik vind een voorbeeld van Duitsland nog altijd bizar. Want volgens mij moest de Duitse ambassadeur op 25 februari worden geëvacueerd. Omdat ze het echt niet zagen aankomen. Nou ja, Kasper Veldkamp dus wel. En dan kun je dat dus als Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling... kun je daarop voorbereiden en kun je Oekraïne dus alvast inlichten... over wat moet je wel en niet doen in dit stadium. Ja, en hij zegt daar het volgende over het belang van... En zo'n economie helpen, ook als de oorlog over is. Ga er maar vanuit dat tussen de 30-45% van het bruto nationaal product daalt vandaag, dit jaar. Maar het is een zaak die economie zoveel mogelijk draaiend te houden. En dat zou het ook het geval zijn geweest als de invasie niet had plaatsgevonden, maar de dreiging zou voortduren. Een voortdurende dreiging, en dat is denk ik ook iets voor het einde van dit conflict en hoe het eindigt. Een voortdurende dreiging is echt fnuikend voor de economie van een land. Buitenlandse investeerders gaan niet zomaar straks in Oekraïne investeren als de vrede niet stabiel is. Nee. Ik geloof dat Oekraïne op dit moment 5 miljard euro per maand ziet verdampen. Tegelijkertijd, omdat hij dus van tevoren dit wist, heeft hij met Oekraïne een plan kunnen opstellen waardoor bijvoorbeeld de valuta overeind bleef. En dat soort economische reddingsboeien aan de voorkant zijn dus uitermate interessant. En daardoor komt er nu dus een plan voor Oekraïne. Wel met veel westerse donaties natuurlijk, met westerse financiën. Maar ook in samenspraak met Oekraïne. Oekraïne mag meebepalen hoe dat dan gaat gebeuren. Ja, en door die voorbereidingen, dus door het vooruitkijken, is er een deel van de economie dat nog gewoon draait in Oekraïne. We zien dat de economie flinke klappen krijgt. Maar je kunt ook zeggen, 1/3 tot de helft van de bedrijven die functioneert niet, maar de helft of meer functioneert dus nog wel. Kijk ook naar banken. Uh-huh. Ongeveer 1/3 van de bankfilialen functioneert niet in Oekraïne, maar 2/3 dus wel. Transacties vinden plaats, internetbankieren werken, er komt geld uit de automaten. Het zoveel mogelijk draaiend houden van die economie nu is gewoon van belang voor de strijd die het land nu levert en ook voor het herstel straks en ook het beperken van de kosten van wederopbouw. En heel kort, Lisbeth, als ik mag, over waarom dit belangrijk is binnen ons thema over kloof of relatie tussen West en Oost. Gaan wij, Westerse landen, Oekraïne op een financiële manier koloniseren? Gaan wij dus bepalen met ons geld hoe Oekraïne eruit gaat zien? Want er zijn ook kaartjes gepresenteerd op allerlei donateursconferenties in Zwitserland laatst. En dan zie je dus de Turken en de Amerikanen die krijgen Kharkiv. En Nederland gaat Gerson opbouwen. En de Britten die gaan Kiev weer wederopbouwen. De vraag is in hoeverre wordt Oekraïne daar dan in meegenomen in dat idee? En in hoeverre komen er bijvoorbeeld aanbestedingen waar de Polen op mogen inspringen, omdat die veel beter misschien begrijpen hoe je zo'n land opbouwt dan als wij daar naartoe gaan. Maar met een EU-lidmaatschap dwingen we dat toch sowieso al af. Nou, eigenlijk. Door het kandidaatlidmaatschap zijn er allerlei fondsen vrijgekomen en die kunnen in dit verband dan weer extra worden ingezet. Dan precies. Is het. Nou ja, kijk, als Oekraïne bij de EU wil, dan moeten ze sowieso wel een beetje veranderen wat dat betreft. Dus dat kan je dan maar beter vanaf de opbouw doen. Ik denk dat al die inlichtingen, diensten die nu worden opgeschoond door de Oekraïnse president Zelensky, dat is ook een teken richting de EU. Zo van, ik pak wel aan als jullie dat willen. Ja, maar dat ging ook om het woord corruptie, dat sinds het uitbreken van die oorlog niet meer is gebruikt. Maar ook voor die oorlog het grootste onderwerp van gesprek is over Oekraïne. Ja. En heel veel van de mensen die nu zijn opgepakt, die worden ervan verdacht dat die fondsen waar jij het over hebt, die allemaal, en al die allemaal naar Oekraïne stromen, dat niet al dat geld aankomt waar het hoort aan te komen. Dat is ook het signaal dat Zelensky volgens mij nu heeft willen geven. Dat pak ik nu aan, beste EU, want ik weet waar jullie het over hebben. Ja. Het is zo corrupt als de pest, laten we eerlijk zijn. Ja. Ik vind dat ze heel hard hun best doen en om allerlei redenen het voordeel van de twijfel genieten, Bernard. Okay. Ja, ik mag het niet zeggen, maar dit gaat dus over de zomereditie van de Perestrooikast. Zes gasten hebben jullie uitgenodigd. En vanaf vanavond om 7:00 hier op BNR is de eerste aflevering te horen. En daarna op bnr.nl, online en in alle bekende podcast-apps. Dank jullie wel.